Welkom bij is een wat andere video dan normaal, eigenlijk een trainingsvlog. Dit wordt eigenlijk alleen meer een beetje een instructie, een praatvideootje en de vlog komt later. Ik wil voor mezelf mijn trainingen bij gaan houden. En dat vind ik leuk, want dan kan ik over een jaar of 10 of 20 eens kijken waar ik op dit moment ben. En dat vind ik leuk om terug te zien. Mede is dit voor mij ook een soort van trainingstool, waardoor ik kan zien van het gaat met die lifts goed, die lifts slechter, mijn vorm gaat zo of zo en daardoor kan ik mijn trainingen dus beter aanpassen en zo weet ik beter wat ik moet doen. Op dit moment ben ik niet bezig met gespierder of slanker worden. Ik eet mezelf eigenlijk helemaal tonnetje rond en ik zal zeker wel een buikje gaan krijgen en wat dikker gaan worden, maar dat doe ik omdat ik sterker wil worden en dat gaat nu helemaal een aanzienlijk stuk makkelijker als je meer eet. Het is nu, het begint winter te worden en het moet natuurlijk zomer worden vanzelfsprekend. En of ik dan ga afvallen, moi, weet ik niet, want eigenlijk als ik wat dikker word interesseert het me vrij weinig. Maar er is natuurlijk wel op een gegeven moment dat ik mezelf te dik vind en zeker om gezondheidsredenen eigenlijk. Ik hoef natuurlijk geen vetpercentage van 30% te krijgen, dat moet wel binnen de perken blijven. Maar voorlopig heb ik zoiets van, maakt me eigenlijk niet uit als ik me sterk word. Zoals jullie gaan zien in mijn trainingsvlog ben ik helemaal niet overdreven sterk. Op dit moment zijn mijn lifts, daar komt ie. Voorlopig zijn dat mijn eerste doelen en als ik dat heb behaald, ja, dan zien we eigenlijk wel weer verder. Sorry voor het getik, ik heb een trainingsruimte buiten en het regent met een liggen stalen dak op, dus ik hoop dat ik nog een beetje te verstaan ben. Maar wat je in mijn trainingen ook zult gaan zien is wat andere oefeningen zo nu en dan. Ik heb bijvoorbeeld echt zelf een heel erg hekel aan buikspieroefeningen, omdat ik het, ja, het interesseert me gewoon niet en ik vind ze saai. Het is gewoon niks voor mij. Maar ik heb last van een gekantelde heup. Mijn lordose in mijn onderrug die loopt eigenlijk te hol. Ik heb te veel lordose, dat mijn bekken is gekanteld. Maar om mijn bekken juist te kantelen, moet ik meer buikspieroefeningen en meer hamstringoefeningen, etc. doen om dat recht te trekken. En daardoor doe ik misschien niet altijd even logische oefeningen, maar dat is om die reden. Want ik zal mijn bekken en mijn heup en mijn rug aanzienlijk moeten versterken, want anders kan ik ook niet vooruit op de squat, deadlift, etc. Ik heb ook twee sportruimtes. De ene is waar ik op dit moment in sta, die is eigenlijk net af. Hier heb ik wat meer strongman materiaal, omdat ik dat op dit moment toch eigenlijk hartstikke leuk vind. Daar leef ik echt voor. En boven heb ik nog een tweede ruimte, die zal ik ook wel even laten zien. Dat is eigenlijk meer voor als het buiten koud wordt. En daar heb ik ook een cable machine staan, zeg maar. En daar kan ik wat meer foam rollen, stretchen en zulke soort oefeningen doen. Op dit moment train ik 3 keer per week. Voor mijn heup doe ik sowieso iedere dag 20 minuten aan stretchoefeningen. En meestal op een woensdag doe ik binnen nog wat overige oefeningen. En zo nu en dan ook nog eens tussen training in. Ik train dus 3 keer per week en dat wil ik samenvatten in 1 wekelijkse video. En dat wil ik dan voice-over en daarop zelf reageren eigenlijk. Voorlopig blijf ik deze video's lekker maken, maar misschien zal ik eens een keer een training niet filmen of eens een keer een weekje overslaan of iets dergelijks. De andere video's die jullie van mij gewend zijn, de instructievideo's, etc., die wil ik wel iedere week posten. En dit is, ja, als het mijn trainingen niet te erg belemmert, want je moet natuurlijk heel de tijd je camera bijhouden en alles filmen, dan blijf ik dit voorlopig gewoon doen. Als er nog vragen zijn, opmerkingen, opbouwende kritiek of iets wat je van mij wilt weten, laat er gewoon een reactie achter, dan kan ik daar een reactie op geven. En tot dusver, tot volgende week.